Ruim 700 leerlingen gingen deze week op pad om diverse bedrijven in Horst aan de Maas te leren kennen. De Jongeren Bedrijvendag geeft een beeld van de beroepsmogelijkheden in de regio en helpt de leerlingen om hun beroeps- en studiekeuze makkelijker te maken. De leerlingen brachten onder andere een bezoek aan Graaf de Horst, vakgarage Maashorst en Montair in Kronenberg en kregen daar rondleidingen en diverse praktische opdrachten. Ja, we doen al een aantal jaren mee met de Bedrijvendag van Horst aan de Maas. En we vinden het heel mooi om te doen. Om onder andere de kinderen zeg maar, te laten zien wat de techniek inhoudt. Om straks een goede keuze te kunnen maken als ze naar vervolgonderwijs gaan. Ook voor een idee te vormen hoe het in het bedrijfsleven eraan toe gaat. En dan proberen we nog altijd met een leuke opdracht in de werkplaats waar ze momenteel aan bezig zijn, om zelf iets in elkaar te laten zetten. En dat moeten ze doen middels een tekening die wij gemaakt hebben. In een aantal stappen maken ze dan een leuke penhouder waar ook de telefoon opgezet kan worden. Dus als ze dat dan goed in elkaar zetten, dan mogen ze er ook mee naar huis nemen. Ook oud-minister Jo Ritsen bracht een bezoek aan de Bedrijvendag om de jongeren te inspireren bij het maken van een goede beroepskeuze. Waarom is zo'n Bedrijvendag nou belangrijk voor de leerlingen? Ja, ongelooflijk belangrijk. En ik heb het dan ook over mezelf, want ik heb zelf daar veel van geleerd. Van de bedrijvendagen die ik gevolgd heb in mijn jeugd. Maar je ziet ook, je leert er mee wat in de samenleving allemaal gaande is. En waar je dus ook een plek in kunt vinden. Dus ik hoop ook dat dit voor een aantal leerlingen misschien een aanknopingspunt is om daar later te gaan werken.